Alweer voor de 9e keer wordt in het weekend van 11, 12 en 13 september de open atelierroute van het kunstcollectief Kunstkok Boksmeer gehouden op 8 locaties verspreid over de gemeente Boksmeer. Op vrijdagavond 11 september om 7:45 vindt in het hart van Boksmeer de officiële opening plaats. Kunt u uitleggen wat de atelierroute precies inhoudt? Het is een route die hier in het gemeentehuis begint. Hier is de overzichtsexpositie en van daaruit start je langs ateliers waar je op bezoek kan gaan. En die zijn tot en met Vierlingsbeek. En het zijn 8 locaties waar 10 leden van de kunstkolk hun werk tonen. Of waar ze in de ruimte altijd werken. En dan zijn er nog 11 gastexposanten. Die komen uit verschillende delen van Nederland. En u was ook vroeger lid van de kunstkolk. Ja, ik ben nog steeds lid en we zijn maar een kleine vereniging met 15 mensen. Dus als we dingen organiseren, dan moeten we ook allemaal een taak op ons nemen. Dat is heel belangrijk. En dit jaar is dat voor mij de PR-commissie. En ik ben ook jaren voorzitter geweest. Nu is onze voorzitter Guus Verzellenberg. En ik heb het ook mee opgericht samen met Else van der Sloot 9 jaar geleden. Ik ben benieuwd naar de naam Kunstkolk. Waar komt dat vandaan? Nou, dat was een mooie samenloop van omstandigheden. Toen ter tijd was er nog een fotograaf bij en die verzon het woord kolk. En ook het idee van de Maas en het water. We hebben allemaal iets met het water. En toen werd het kunstkolk. En we komen allemaal bij elkaar in die kolk en daar gebeurt van alles. En u bent kunstenares? Ja. Ja, ik heb vroeger in Utrecht gestudeerd, in Artibus en daarna in Duitsland aan de Alanus Hochschule. En sinds dat ik 28 ben ongeveer werk ik zelfstandig. En op het moment, ik had in dit voorjaar bijvoorbeeld een expositie bij het Museum van Alle Tijden in Beugen. En nu heb ik de laatste maand hier naartoe geleefd. Ik heb 2 hele leuke gasten dit jaar. Dat zijn beginnende kunstenaars die net afgestudeerd zijn van de kunstacademie. De een uit Breda en de andere in Arnhem. En het is heel spannend werk wat ze gemaakt hebben. Dus ik hoop dat we veel bezoek krijgen. U stelt het gemeentehuis ter beschikking voor dit evenement. Dan moet u het wel heel belangrijk vinden. Dat klopt, maar dat is ook de bedoeling geweest van het gemeentehuis. Toen het gemeentehuis bouwde, hier het nieuwbouw, hebben we gezegd het moet een open gemeentehuis zijn, transparant, hè, dus vandaar het glas. En er moet ruimte in zijn op de begane grond, waar activiteiten kunnen plaatsvinden waar mensen wat aan hebben. Want het gemeentehuis is niet alleen een werkplek voor de ambtenaren, het is vooral ook een ontmoetingsplek voor de burgers. En ja, kunst verbroedert en het brengt mensen bij elkaar. Dus ja, als die 2 doelstellingen bij elkaar komen, met een expositie, zoals kunstkolk nu, ja, dan is 1 en 1 is 2. Geweldig. Wat hoopt u dat er bereikt wordt met dit initiatief? Nou, dit initiatief heeft zich al bewezen een aantal keer. Het is de 9e editie. En wat het brengt is, en het is altijd goed bezocht en veel bezocht, het brengt mensen op de been, het brengt mensen bij elkaar. Je zult zien dat vanavond misschien niet meer, maar morgen zeker. En overmorgen dat mensen op de fiets gaan en je ziet gewoon in bewegingen gaan. En dan weet je, die doen mee met de kunstkolk-expositie. Want die gaan fietsen van het een naar het ander. Het is altijd druk bezocht. En het brengt iets met mensen die elkaar ontmoeten, die genieten van kunst. En ze hebben allemaal iets met kunst. Maar kunst, dat is iets wat niet altijd verstaan wordt door mensen. En wat toch in Boksmeer heel erg leeft. Heeft u dan nog tips voor mensen die totaal geen kunstkenners zijn om het beter te begrijpen? Nou, vragen stellen. Daarvoor zijn die dagen ook.